Zo, tag team, back again. Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Dat kan toch niet vegan? Dat kan wel, hoop ik, vandaag wederom. Ik ga salm maken van tofu. Salm, ja, je hoort het goed. Ik heb daarvoor mijn nieuwe jurk aangetrokken, want dat is super slim. Even de zalmjurk filmen. Zalmjurk? Maar het is juist aubergine. Eggplant dress. Hij is wel leuk. Goed. Wat we gaan doen, het is echt een heel simpel recept, lieve mensen. Dit kan jij ook. Of ik het kan, dat gaan we nog ontdekken. Ik zal hem thuis proberen. Dit mis ik zo niet, hè? Oké, wat we gaan doen. Je hebt hiervoor nodig firm tofu. Dus Look how firm. Is dat als in advocaat tofu? Die gaan we door de helft snijden, want we willen twee zalmfiletjes. Die gaan we door de helft snijden op de meest ingewikkelde manier die mogelijk is. Ja. En dan gaan ze gewoon heel even hierin, zo. Oké, wat we gaan doen, we mengen een beetje bietensap. Weer te veel, kan ik niet volgen. Met een beetje sojasaus. Dat klinkt nu al lekker. Dat klinkt inderdaad heerlijk. Voor meer summer cocktails. Bluff slokje. 10 euro. Nu kan ik dit toch niet meer gebruiken in mijn gerecht? Het smaakt letterlijk als bietensap met sojasaus. Heerlijk dus. Oké, nou, wij gaan dit toch opeten, dus ik... Toch? Tuurlijk. Dus ik gebruik dit gewoon. Oké, maar dit moet dus een beetje de salmkleur geven. Maar het is wel... Meaty salmon. Enthousiaste salm. Salm die zich ergens voor schaamt. Ja. Nou ja, dit moet nu heel even marineren in de koelkast, dus ik ben over 10 minuutjes bij je terug, maar dat heb jij niet door, want... Welkom terug! Kijk hoe dit eruit ziet. Dat was echt dezelfde 10 minuten ooit. That looks very appetizing. Dat kan toch niet vegan? Brains! We gaan gewoon door, alsof we het gewoon allemaal heel hartstikke goed gaat. Het ziet als iets wat we in ons mond willen stoppen. Ja. Nee, wacht. Helemaal niet. Oké, wat we gaan doen is deze nori-vellen gebruiken. Die heb ik ook bij de eetplaat gekocht. Nori! Geen spon. En dit moet het ten eerste een beetje dat zeep. Zeep? Je maakt het allemaal zo. Ik heb echt zin om het straks te gaan proeven. Zeep en bieten. Nee, die moet het natuurlijk een zeesmaak geven. Oh. Alsof het echte vis is. Oh, je bedoelt zoals de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Maar dit... Dit moet dus de zeesmaak geven, of de vissmaak. En het zorgt tevens een beetje voor dat krokante korstje wat zalm kan hebben. Oh, tevens? Wat zeg je met de vakken? Tevens? Mooi gebruik voor het woord tevens. Daar heb ik goed iemand. Nou ja. En het krokante korstje bedoel je huid. Huid. Salmon skin. Ja. Ja, dat. Salmon skin. Let me introduce to you a brand new dance. Silly as it seems. Oh, nou weet ik het woord een beetje meer. Like a salmon floating upstream. Klein origami moment later, maar we zijn er. En we gaan deze twee dan zo hier inleggen. En daar gaan dus de... zalmblokken op. Zo. De een is dikker, die mag jij. Oh. Omdat ik dikker ben, denk ik. Ja. Ik ga trouwens nu even een notitie maken. Hm? Je net heel veel punten maakte over de oven voorverwarmen en dat je toen vooral de oven hebt uitgeruimd en niet voorverwarmd. Ja, het is best wel een goed punt. Waarom zeg je dat nu pas? Omdat ik nu pas gedenk. We zetten hem op 175 graden. Zeep. 175. Ik wil nog even een notitie maken dat ik dit recept heb geïnspireerd op de mensen van Bloy. Nee, niet Bloy. Hoe heet het ook weer? Het staat hier.
Hier kunnen we ondertussen lekker mee verder. Ik heb wat witte wijn met een droge aftronk. Dat ga ik er ook gewoon lekker overheen sprinkelen. Zo. Allemaal heftige smaken door. Dan pakken we wat citroenrasp die ik met dit hele leuke miniatuurraspje heb geraspt. Want dit, oh, dit is citroenrasp. Ja. Maar dat is ook een citroenrasp. Ja! Dat zijn hele verschillende dingen. Als ik nou weer views kreeg, dan kon ik een cameraman betalen. En als je mij niet als cameraman had, dan had je meer views gekregen. Het is wel een soort vicieuze cirkel. Oké. Dan gaan er wat kapertjes op. Ja, kapertjes dus. Mm-hmm. Zo, hoppatee. Gewoon lekker sprenkelen die handel. Er gaat ook wat sap op van de kapertjes. Ten slotte sluiten we af met wat verse dillen. Zo. Weet je wat ik nu zit te denken? Eigenlijk had er wat wortelsap doorheen gemoeten. Want dan werd hij misschien wat oranje de deur. Nou, dan gaat het nu de oven in. Can't wait. Maar dit was wel meteen het recept trouwens. Dat was het? Ja, het is nu gewoon oven in. Het is nu gewoon in de oven. Ik weet dus ook niet hoe lang. We gaan het zien. En dan is het gewoon eten. Mayo erop en gaan. Mooi menes. Ja, dus dat gaan we nu doen. Het is niet helemaal de zalmkleur die ik voor ogen had. Volgende keer zou ik dus wat wortelsap to the mix adden. Mooi. Alright. Alright. De moment of truth. Zin in. Ja. Medium. Ik ga gewoon meteen voor een grote hap, want ik ben een durfbal. Vertrouwen in je eigen koekjes. Ja. Ik zou niet moeten hebben, maar... Eet smakelijk, dankjewel. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet niet precies wat ik aan het eten ben, maar ik vind het niet vies. Er zit heel veel smaak aan. De structuur is nog best wel salmon-y. Er zit heel veel smaak aan. Okay. Dus als je deze smaken lekker vindt, dan is het lekker. Ja. Oh, dat is wel een goede duiding daarvan, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik ben benieuwd wat de nuchtere Nederlander hiervan zegt natuurlijk. Ja, nuchter. Ik ben al kinkerdink dronken gek. De nuchtere Nederlander test. Ik vind het er heel interessant uitzien, heel colorful. Ik heb geen moer met tanden te maken. Het smaakt net zoveel naar zalm als dat het naar witte chocola smaakt. Nou zeg. Maar wel lekker. Prima, een soort vleesvervanger naast je AVG'tje. Prima. Het is gewoon een nieuwe manier weer om tofu te marineren en kruiden en bereiden. Dat. Dus je vindt het wel lekker? Ik vind het zeker lekker. Als ik dit serveer dan denk je Nou, conclusie. Geen zalm, wel lekker. En je moet het eigenlijk proeven, want ik heb geen idee waar het wel naar smaakt. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Als je suggesties hebt, laat het me weten. En tot de volgende keer. Ja, laten we het even opeten. Choppen! Ik wil even noteren dat Max net off camera zei dat dit zijn favoriete gerecht tot nu toe is vanuit deze kookserie. Dus... Ik wil niet een hele hoge lat natuurlijk. Hey! Dit is wel echt een interessante shot zo. Ja. Oh, mijn lift komt. Ja.